Een flinke brand dinsdagmiddag in een appartement aan de Sitterstraat in Eindhoven. 3 personen moesten worden behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. En 1 persoon raakte gewond en moest mee naar het ziekenhuis. Bij aankomst zat er hier een persoon op straat. Die had wat brandwonden aan zijn voet. En die is naar het ziekenhuis uit voorzorg afgevoerd. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet duidelijk.